Welkom allemaal bij deze sessie over AI. Het is natuurlijk een hele dag over AI en deze sessie gaat over AI in een datagedreven transitie naar een duurzame samenleving. Mijn naam is Wilco Hazeleger. Ik ben hoogleraar Climate System Science, ook decaan van de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Ik heb veel aan klimaat gewerkt, maar ook heel veel aan data en ook aan machine learning en AI en dergelijke. En ik ga u door deze sessie heen loodsen. Even zodat u het weet, deze sessie wordt opgenomen. Het publiek is niet in beeld, maar de sprekers zijn dat wel, zodat het later ook kan worden nagekeken. AI en duurzaamheid, maar even in het kort om zo te benoemen. Natuurlijk twee grote uitdagingen bij elkaar, twee grote maatschappelijke uitdagingen. Duurzaamheid is wenselijk, ik denk dat we dat allemaal wel vinden, en noodzakelijk. Jullie hoeven maar de verkiezingsprogramma's na te lezen van, nou ja, zo goed als alle partijen waar er volgende week op gekozen kan worden. En allemaal is het duidelijk dat we duurzaamheidstransitie doormaken. Alleen de manier waarop, dat is natuurlijk nog wel de vraag. En daar veranderen de beelden over. De andere grote ontwikkeling is digitalisering, de beschikbaarheid van data en AI. En we hoorden net in de hoofdsessie al veel daarover. En dat geldt ook voor het thema waar wij vandaag voor staan. En de regio Midden-Nederland heeft, denken wij, veel te bieden hierover. Wij zijn geen regio van een maakindustrie, maar wel een regio met veel dienstverlening. En dat betekent dat een thema als duurzaamheid, als de transitie waar we in gaan, wat vaker wat systemisch wordt bekeken. En straks gaan we daar een paar perspectieven van zien, die daar van drie sprekers die daar hun licht over gaan laten schijnen. Eén vanuit de hogeschool, één vanuit de universiteit en vanuit een commerciële private onderneming. Nou, wat is het overall doel van vandaag? Nou, het overall doel, dat hoorde je net ook al in de grote sessie. We willen een gemeenschap starten te vormen. En een gemeenschap waar eigenlijk al die verschillende perspectieven bijeenkomen en waar wij kansen zien en waar we vervolgens ook die kansen willen grijpen. Wat betreft human capital, projecten, technologieontwikkeling, misschien data-uitwisseling enzovoort. En vandaag is daar een start voor. Als jullie willen, als publiek, kunnen jullie in de chat vragen kwijt om straks te gaan bediscussiëren met elkaar. En als jullie geen vragen hebben, dan zullen wij die gaan maken. Zoals ik al zei, we hebben drie sprekers vandaag. En dit zijn de drie. We hebben straks als eerste Cornelis Valk. Hij is CTO van Neo in Amersfoort. Een bedrijf dat zich bezighoudt met geoinformatie, monitoring enzovoort. Hij zal er straks wat meer over vertellen. We hebben Mieke Oostra, lector van de Hogeschool Utrecht, die zich met de gebouwde omgeving vooral bezighoudt. En die zal er ook wat meer haar perspectief erop schetsen. En tenslotte Dirk Kassenberg, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, die bezig is met geocomputational science, oftewel al het rekenwerk wat wij nodig hebben om die data ook tot waarde te laten komen. Dus ik wil graag hierbij het woord geven aan onze eerste spreker om zijn perspectief te schetsen over dit thema van vandaag. En dat is Cornelis Valk. Cornelis, ga je gang. Oké. Dan ga ik een poging doen om mijn presentatie te delen. Die moet nu langzaam weer in beeld komen. Nog een poging. We zien hem nu, hoor. Ja, jullie zien hem? Neo en ik hebben eigenlijk al een introductie gehad, dus mijn vertraging is al opgelost. Ik hoef niet veel over te zeggen. Neo is een aardobservatiebedrijf. Dus we proberen business te genereren uit aardobservatiedata. Dan heb je het over luchtfoto's, satellietfoto's, LiDAR, maar ook andere databronnen. We doen uiteraard, we doen het met allerlei dingen wat, allerlei thema's zijn we bezig. Maar duurzaamheid is er eentje van, waarvan we, is een thema waarin we best veel producten hebben zitten. Oplossingsrichtingen. Een eerste voorbeeld, een bestand met bomen bijhouden, voor heel Nederland. Waar we allerlei relevante informatie aanhangen. Op zijn minst natuurlijk waar de bomen staan. Wat de boomkroonomvang is, de hoogte. Maar liefst ook
soort informatie proberen eraan te hangen. En het wordt dan gebruikt om leefbaarheid van stedelijke omgevingen in kaart te brengen. Maar ook om bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen te volgen. Illegale kap wordt ermee opgespoord. Een ander voorbeeld van wat wij doen is het in kaart brengen van zonnepanelen. Zonnepanelen op daken, maar ook zonnefarms. Met dezelfde achtergrond natuurlijk, om bij te houden waar staan we nou. Hoeveel doet een gemeente ergens aan? Hoeveel doet een wijk ergens aan? En waar is nog ruimte voor verbetering? Water, waterkwaliteit. Proberen te volgen hoe waters zich ontwikkelen door heel Nederland heen op basis van satellietdata. En we meten ook aan kwaliteit, met name door vegetatie in die waterloop in kaart te brengen. Beeld, verharding. We meten vergroening en verharding. Ook met name relevant in de stedelijke omgeving, waar natuurlijk best wel veel initiatieven op vanuit de overheid zijn om burgers meer tegels uit hun tuin te laten halen. We proberen te monitoren in hoeverre dat lukt en om zo de gemeente te ondersteunen. Even door naar de vraag eigenlijk. De eerste vraag is eigenlijk, wat biedt AI volgens ons de transitie? Ik focus dan op één deel waar AI in helpt en waar wij veel gebruik van maken. En dat is namelijk dat AI relevante informatie kan extraheren uit data. De hoeveelheid data die we verwerken neemt enorm toe. En het is geen doen om daar handmatig de relevante uit te pikken. Dus dat moet steeds meer overgenomen worden door AI. Wat wij dus daarin doen is in al die producten die we ontwikkelen, proberen we automatische oplossingen op basis van AI te maken die ons helpen, bijvoorbeeld in het identificeren van zonnepanelen. Wat hopen wij nou hieruit te krijgen uit deze samenwerking, uit dit initiatief? Het delen van kennis is een eerste eigenlijk. We zijn best wel innovatief bezig, maar we merken ook dat de wereld om ons heen niet stilstaat. Iedereen is hard aan het werk. Er is veel te leren van elkaar. Dus een platform waardoor we met elkaar inzichten kunnen delen en samen verder komen, is iets wat we hiervan hopen te krijgen. Samenwerken, dus wij hebben bepaalde expertises, maar dit is een hele diverse groep met ongetwijfeld raakvlakken met ons, maar ook dingen die samen mogelijk worden. Dus dat hopen we te verkennen op deze manier. En aantrekkelijker worden voor studenten, want ook wij hebben moeite met mensen aantrekken. Net als elke hoek ongetwijfeld, die met AI te maken heeft. Dat was mijn verhaal. Dankjewel Cornelis. Duidelijk, hè? Dus duidelijk dat ook bij jullie raakvlakken met AI zijn. Even kort al een vraagje tussendoor. Waarom niet? We hebben wel tijd en ik zie Nico Bonnet net een vraag stellen. Wie zijn jullie klanten en wat voor soort problemen lossen jullie op? Het is vrij divers. Er is veel overheid. Dus de nationale overheid, RVO, wil bijvoorbeeld Europese subsidies die boeren aanvragen controleren. Dus wij controleren welke gewassen ze neerzetten. Of ze daadwerkelijk maaien als ze zeggen dat ze maaien. Een ander voorbeeld zijn gemeenten. Gemeenten willen graag weten waar er uitbouwtjes zijn aan gebouwen. Maar ook bijvoorbeeld vergroening, verharding, wat de status is op verschillende duurzaamheidsdoelstellingen die ze hebben. Ja, nou, heel helder. Natuurlijk op het gebied van duurzaamheid zit heel veel commerciële partijen in regio Midden-Nederland aan het werk. Jullie zijn er één van. In Amersfoort zijn er wel veel meer partijen bezig met ruimtelijke informatie. Maar we hebben ook gesproken met energiemaatschappijen, mensen die bezig zijn met smart grids en dergelijke. Dus vele uitdagingen nog te komen. Ik stel voor eerst verder te gaan met een volgende perspectief. En dat is het perspectief vanuit de Hogeschool Utrecht. Mieke Oostra is met ons om haar perspectief te delen. Mieke, ga je gang.
Dankjewel, Wilco. Nou zit ik even te kijken waar mijn presentatie is gebleven. Kijk. Als het goed is, zouden jullie die nu moeten zien. Nou, ja. Maar even voor te stellen. Mijn naam is Mieke Oostra. Ik ben lector bij de Hogeschool Utrecht, zoals Wilco aangaf. En de opdracht is energietransitie in de gebouwde omgeving. De lectoraat heet Nieuwe Energie in de Stad. En dat kun je tweeledig uitleggen. Meer technisch gezien, zo van hoe gaan we het aanpakken, die hele energietransitie. Van aan de ene kant energie besparen en aan de andere kant die duurzame energie uitrollen. Maar ook natuurlijk van hoe gaan we dat op een inclusieve manier doen en hoe gaan we iedereen daarin meenemen. Daarnaast ben ik voorzitter van het lectorenplatform Urban Energy. Er zijn natuurlijk meerdere hogescholen in Nederland. En heel veel hogescholen zijn ook bezig met die energietransitie in de gebouwde omgeving. En we hebben ook elkaar opgezocht en verenigd in dit platform om onderling kennis die we opdoen in onderzoeksprojecten uit te wisselen. En ook in het onderzoek, dat onderzoek weer in het onderwijs terug te kunnen ploegen. En om zodoende snel te zorgen dat resultaten ook voor de studenten toegankelijk worden. Nou, wij zien in die energietransitie natuurlijk dat die data analytics en artificial intelligence heel veel kansen bieden voor het uitwerken van oplossingen voor de energietransitie en het uitrollen daarvan. En wellicht kennen jullie ook het project waar we mee bezig zijn aan de Henriette Dreef hier in Utrecht. Ook wel bekend onder de naam van het bijbehorende TKI-project Inside Out. Daar zijn we samen met de woningbouwcoöperatie en de bewoners en de bedrijven zijn we bezig om die flat naar energieproducerend te renoveren. En dat is de eerste flat in Europa die deze behandeling krijgt. Dus dat is natuurlijk best wel een stap die we met elkaar zetten. En we hebben natuurlijk in de gebouwde omgeving het geluk dat er een aantal instanties zijn die allerlei gegevens verzamelen rondom woningen, maar ook andere type gebouwen. Bijvoorbeeld het CWS of EDES, de koppel van woningbouwcoöperaties. Of er wordt ook informatie verzameld vanwege de Energy Performance Directive vanuit Brussel. Maar om goed universeel uitrolbare renovatiesystemen te kunnen maken, hebben we meer gegevens nodig om het op een goede manier te kunnen doen. Niet alleen om te bepalen van wat nou de variaties zijn op dergelijke renovatiesystemen aan moeten sluiten, maar ook om het geheel een stapje intelligenter te maken. Om huishoudens bijvoorbeeld beter te kunnen adviseren welke systemen nou het beste bij hun past, op basis van hun gedrag en of ze veel of weinig thuis zijn bijvoorbeeld. We zien nu dat de beloofde energiereductie naar een energierenovatie bij een flinke labelsprong, bijvoorbeeld van label F naar label B, niet altijd het gewenste energiebesparing oplevert. Bijvoorbeeld dan is dan ingeschat dat die in plaats van 58% in de praktijk maar 33% energiebesparing blijkt op te leveren. En dat is natuurlijk heel vervelend, vooral omdat we de aanpak steeds meer aan het koppelen zijn aan de energierekening. Dus en omdat we betaalbaarheid van de energietransitie als heel belangrijk politiek punt hebben, is dat natuurlijk zaak dat we daar met z'n allen aan voldoen. Dus we beloven steeds vaker dat die energierekening met een bepaald bedrag afneemt, omdat je dat bedrag dan zou investeren, of dat je dat bedrag dan investeert om die investering mogelijk te maken. En dan wil je natuurlijk wel dat klopt. Om daadwerkelijk te zorgen dat mensen dat met een gesloten beurs kunnen doen. Maar als je nou zo grootschalig AI zou kunnen inzetten, dat zou helpen om de energiesystemen te optimaliseren. Door middel van self-diagnostics of liever nog zelfoptimaliserende systemen. En daar kun je makkelijk 25% energiebesparing mee halen zonder dat je extra maatregelen hoeft te nemen.
En zonder inleveren van comfort. Dus dat soort zaken zijn natuurlijk heel interessant en die willen we natuurlijk graag inzetten. Als HU kunnen we op meerdere vlakken bijdragen. We hebben natuurlijk allerlei opleidingen en onderzoek geleerd aan data analytics en aan artificial intelligence. Maar ook allerlei toepassingsgebieden. En dan denk dan vooral ook aan die energietransitie, maar ook andere opgaves in het kader van het verduurzamen van onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het circulair maken van alles. Duurzaamheid is voor ons als HU namelijk een belangrijk zwaartepunt. Dat betekent dat er verschillende lectoren op dat vlak actief zijn. Niet alleen technologisch georiënteerde lectoren, maar ook mensen vanuit het sociale domein. En denk dan ook aan dat we wat dat betreft inzetbaar zijn om te komen tot een inclusieve en circulaire energietransitie op gebouw- en gebiedsniveau. En we hebben daarbij als hogeschool ook de voorkeur voor interdisciplinaire opgaves, omdat we graag vanuit verschillende disciplines aan de gang gaan, omdat we zien dat daar ook de meeste kansen liggen op grote innovatiesprongen. Dus dat zouden we ook graag samen met partijen in het Utrechtse natuurlijk verder willen uitbouwen. En we denken, juist omdat er zoveel kansen zitten rondom AI, dat we dat met deze hub heel goed zouden kunnen verwezenlijken. En we zouden, denk ik, elkaar het best kunnen versterken als we iets weten te vinden wat past bij onze regio en waar we onbekend zijn. En waar we ook geld op zouden kunnen genereren. En daarom pleit ik ervoor om een deel van duurzaamheid te pakken dat dicht tegen leefbaarheid aan ligt. Ik denk dat daar heel veel kansen liggen voor ons als regio. En dat werkt denk ik ook het beste als we met elkaar gewoon een stevige en aansprekende ambitie zouden formuleren. Denk bijvoorbeeld aan die zelfrijdende auto's. Als we iets dergelijks als thema zouden weten te agenderen, dan denk ik dat we heel veel partijen daarin mee zouden kunnen krijgen en ook makkelijker financiering zouden kunnen vinden voor de projecten die we met elkaar optuigen. En dat we elkaar uitdagen en stimuleren om die extra stap te zetten die we nodig hebben om het veel meer naar ons toe te trekken van hoe we deze systemen het beste kunnen gebruiken in het kader van de verduurzaming van de gebouwomgeving. Een mogelijkheid die ik zie is het volgende. En dan zet ik even het volgende plaatje weer op. Het toegankelijk maken van data en expertsystemen die het voor ons mogelijk maken om het stedelijk gebied, inclusief ons Utrecht Science Park natuurlijk, te transformeren naar een natuurinclusief gebied. Je ziet dat heel veel architecten en stedenbouwers op het moment daarvan overlopen van dit idee, maar niemand biedt nog de infrastructuur die hiervoor nodig is. En op basis hiervan en de kennis die niet alleen bij de hogeschool, maar ook bij de universiteit aanwezig is. En denk niet alleen grootschalig, hè, dus aan bomen. Cornelis had het al over de lichten van de stoeptegels. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de expertise die zit op het Utrecht Science Park rondom microbiologie. En we weten bijvoorbeeld dat we schimmels kunnen inzetten om biobased gevels te beschermen. Maar de hypothese daarvan is dat die fijn stof eten. Dus als je dan denkt aan een circulaire energietransitie. Circulair is niet alleen zeg maar je zorgen dat de kringlopen rondkomen, dus dat je materialen hergebruikt, maar ook dat je materiaal op een slimme manier gebruikt. Dat wil zeggen dat je kijkt van hoe kunnen we er voor zoveel mogelijk functies in één keer inzetten. En omdat we heel veel gaan verbouwen, heel veel op de schop gaan nemen in het kader van het verduurzamen en energie neutraal maken van gebieden, gaan natuurlijk heel veel gebouwen door onze handen, gaan we heel vertippen. Dat betekent dat we heel veel kansen hebben om dit soort kleine dingen die bij zouden kunnen dragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving, mee zouden kunnen nemen, daarin zouden kunnen vlechten. En als we wat dat betreft ambities zouden kunnen formuleren, dan denk ik dat we en mooie stappen kunnen maken, niet alleen voor onszelf, maar ook infrastructuur en systemen zouden kunnen opleveren die voor andere stedelijke gebieden interessant zijn. En waarop we elkaar kunnen uitdagen en ons zouden kunnen profileren als regio.
Ja, Mieke, dank je wel voor dit verhaal en dit pleidooi ook vooral om aan de leefomgeving te werken. Ik denk dat ik dat wel ondersteun aan mijn kant. Maar goed, dat is misschien persoonlijk en ook waar mijn faculteit mee bezig is. Even voor jou ook een vraag die van bij komt van Irene ten Dam is. Wat vind je van de contingente aanpak van TNO? Moet je ook even uitleggen wat een contingente aanpak is? Ja, ik weet niet precies wat Irene daar direct mee bedoelt. Bedoelt ze dat zeg maar de gebouwtype voor gebouwtype? Is dat wat? Want dat is op zich natuurlijk een hele slimme aanpak om dat te doen. Dat je kijkt naar clusters van gebouwtypes die bij elkaar horen en die zeg maar in het verleden op een industriële wijze zijn gerealiseerd en daarvoor concepten te ontwikkelen. Dat betekent dat je heel makkelijk dat soort zaken of dat soort ontwikkelde concepten later ook weer uit kan rollen over veel meer gebouwen. En wij haken bij die aanpak haken wij ook aan. Want wij doen natuurlijk ook projecten met TNO. Mag je ook vragen, Mieke, hoe zie je de rol van AI en van data? Je hebt bij AI heel veel data nodig om het goed te laten werken, simpel gezegd. Ja. Hoe zit dat, hoe zie je dat hier? Wat voor soort, heb je Cornelissen data nodig? Welke grote dataverzamelingen heb je nodig? Nou ja, wij kijken natuurlijk niet in eerste instantie naar data die al beschikbaar is, maar we zouden ook met elkaar veel meer data willen genereren, vooral ook over gebruik van gebouwen. Om veel beter in te kunnen spelen op hoe mensen daadwerkelijk die gebouwen gebruiken en daar ook het... op te anticiperen met te klimatiseren bijvoorbeeld. Of als je weet dat het straks warm wordt in de loop van de dag, in de zomer, dat je net al iets voorkoelt om te zorgen dat de temperatuur niet te hoog oploopt. Ja. Dat soort zaken zou je natuurlijk kunnen doen, ook in combinatie met wat de netbeheerder graag wil, namelijk zorgen dat al die verschillende energiestromen, dat die veel beter op elkaar worden afgestemd in een gebied. En wat dat betreft, om echt in te kunnen spelen op het gedrag van mensen en ook daardoor ook veel beter advies te kunnen geven over wat voor systeemaanpak, zeg maar, voor dat gebouw het beste zou zijn. Dat zouden we natuurlijk heel graag willen. Maar er zijn zoveel dingen eigenlijk die in combinatie met de energietransitie die je ook zou willen. Maar dit is wel een hele belangrijke. Zij zien dat met name zeg maar die relatie te leggen met gebouwgebruikers, dat een heel belangrijke is ook om draagvlak te genereren, om grootschalig die maatregelen uit te kunnen rollen die we met elkaar op het vizier hebben. Ja, nee, dankjewel. Dankjewel voor deze visie en de ideeën. Ik denk misschien ook wel dat in de chat straks nog wel wat voorbij gaat komen aan wat er wel of niet verder kan en we hier nog lang ook over verder kunnen doorpraten. De derde die zijn perspectief gaat brengen hierop is Derk Karstenberg van de Universiteit Utrecht. Derk, ga je gang. Zie je de PowerPoint? Ja, dat gaat goed. Oké. Dank je, Wilco. Ik ga meteen naar de volgende AI en duurzaamheid op de Universiteit Utrecht. We hebben al veel gezien over AI en wij kijken op de Universiteit Utrecht met name naar een soort systeemvisie. We maken niet zozeer technologische materialen, maar we proberen met... te werken naar duurzame ruimtelijke systemen en hoe die kunnen worden ontworpen. En dat doen we op het gebied van eigenlijk alle omgevingsvariabelen, zou je kunnen zeggen. Energienetwerken, ecologie en water, klimaat en lucht. Luchtvervuiling is bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp. Transportnetwerken in de stad, dus hoe maak je duurzame transportnetwerken en landgebruik. Je ziet hier rechts een voorbeeld van een plaatje van luchtvervuiling in de stad Utrecht, dat we hebben gemaakt voor het bepalen van gezondheid in de stad binnen de Global GeoHealth Data Center. Dus dat is de thematiek wat betreft duurzaamheid
op de Universiteit Utrecht. En ik denk dat er voor AI op dat gebied vier belangrijke kansen liggen. Het eerste is hoe we informatie kunnen halen uit extreem grote datasets. Corné noemde dat net ook al, remote sensing bijvoorbeeld. Dat neemt exponentieel toe de laatste jaren hoeveel data daar op dat gebied is. Maar je kunt ook denken aan social media, hele grote datasets. Hoe kunnen we daar bruikbare informatie uithalen? Tweede thema is, wat ik denk erg interessant is digital twins. Digital twin is eigenlijk een soort computerversie van een echt systeem. Het komt uit de technologische hoek, waar ze technologische systemen als een softwareversie maken. Maar dat begint ook belangrijk te worden in duurzaamheid, waar je bijvoorbeeld heel gedetailleerd luchtvervuilingssysteem of watersystemen simuleert. Daar kun je dan experimenten mee doen, hoe een bepaald systeem reageert als je het met een andere driver laat werken. Derde thema, denk ik, wat heel interessant is, is het optimaliseren van systemen. Dus het zoeken naar meer duurzame oplossingen. Ja, zoals je met een supermarkt de karretjes op een efficiënte manier kan rijden, zo geldt het ook voor landgebruik. Hier rechts zie je een plaatje van optimalisatie van bio-energie. Je kunt ook denken aan optimalisatie van energienetwerken. Dus hoe kunnen we dat systeem optimaliseren? En ik denk het laatste thema, dat is tot nu toe niet zo heel veel genoemd, is hoe we communiceren met data. Dat is zowel data tussen computersystemen, dus hoe kunnen we databases aan elkaar vastkoppelen met open data. En ook hoe kunnen we de stakeholders betrekken, hoe kunnen die gebruikers worden in het echt ook van die data en hoe kunnen die misschien ook data aanleveren aan het onderzoek. De grote uitdaging die wij aangaan op de Universiteit Utrecht is dat we eigenlijk die vier thema's willen versterken met gebruik van fundamentele AI. We hebben hier in Utrecht hebben we een hele grote groep op het Computer Science Department die heel fundamenteel bezig zijn met statistiek en machine learning. En zij hebben onder andere explainable AI, dus hoe kan je machine learning meer slimmer maken, hoe kan je begrijpen hoe algoritmes werken. Ze hebben veel kennis van extreem grote berekeningen met grote datasets en hele gecompliceerde modellen. En ze hebben veel kennis van human-centric computing, dus dat is eigenlijk de menselijke factor in AI. AI wordt vaak gezien als een soort computersysteem dat informatie geeft, maar in heel veel gevallen moet je beslissingen nemen waarbij ook de mens betrokken moet zijn. Waar je meer over decision support systemen hebt. Nou, die drie thema's vanuit fundamentele AI willen we verbinden met de thema's vanuit sustainability. En dat heeft geleid tot een initiatief om een AI en geosustainability lab op te zetten op de campus. Maar als het kan ook in samenwerking met de hogeschool en partijen van buiten de campus natuurlijk. We zijn op dit moment daarmee bezig en we hopen al volgend jaar al wat kick-off projecten te kunnen starten op dit terrein. Dus ik denk dat daar een hele grote kans ligt, dat AI en Geosustainability Lab. Maar er zijn een heleboel andere hubs en labs en projecten natuurlijk op Universiteit Utrecht, die niet alleen maar gericht zijn op fundamenteel onderzoek, dat is natuurlijk nog steeds belangrijk. Maar die juist heel erg gericht zijn ook op samenwerking met partijen uit de markt en bijvoorbeeld de gemeentes. We hebben bijvoorbeeld strategisch thema Pathways to Sustainability. Dat is een van de focusgebieden van de Universiteit Utrecht, waar veel wordt gedaan ook op het gebied van gezonde stad. Hoe kunnen we de stad beter leefbaar maken? Dat sluit denk ik erg aan op wat Mieke ook noemde. We hebben Applied Data Science en Complex Systems focus areas, waar heel vanuit verschillende faculteiten wordt samengewerkt om meer met data te gaan doen. En daar komen eigenlijk ook de AI mensen uit de verschillende groepen komen samen. Die zijn ook veel op zoek naar verbinding met toepassing van die kennis. Ik heb zelf een groep Computational Geography, waar we veel dingen doen. Daarnaast is denk ik open data een heel belangrijk thema. Het delen van data
tussen de universiteit en marktpartijen. Open science is een heel belangrijk thema op de Universiteit Utrecht. En dat gaat niet alleen maar om delen van data, maar ook het delen van code, van kennis en van publicaties natuurlijk. We hebben een aantal datacenters op de Universiteit Utrecht, onder andere Global GeoHealth Data Center. Dat is maar één voorbeeld, maar wij zijn heel erg bezig ook met het ontwikkelen van datasets en het delen van data. En tot slot is natuurlijk, ja, Corné noemde het ook al, het vinden van goede mensen bij bedrijven. Ik denk dat het nieuwe initiatief, de Applied Data Science Master, die we dit jaar zijn gestart op de universiteit, daaraan kan bijdragen. Dat is een Data Science Master samen met vier verschillende faculteiten. Dus het is heel erg multidisciplinair. En er zitten nu in het eerste jaar dat we dit draaien, zitten er al 80 studenten in. En we verwachten volgend jaar verdubbeling van dat aantal. En die doen natuurlijk de stages bij bedrijven en instituten. En mijn ervaring is dat het vaak een eerste stap kan zijn naar samenwerking met bedrijven en instituten. Als je er een stagiair hebt zitten, dan leer je elkaar kennen. Dat kan een basis zijn voor grotere projecten. Dus er zijn denk ik veel manieren waarop we die samenwerking ook echt in gang kunnen gaan zetten. Dank je wel. Dat was het heel in het kort. Ja, dankjewel Derk. En dankjewel ook voor je laatste woorden. Ik denk dat dat vooral van belang is. We willen gaan samenwerken met z'n allen. We zien ook dat we human capital aan het bouwen zijn op de Hogeschool Utrecht en op de Universiteit Utrecht. En graag samen met het bedrijfsleven ook aan de slag gaan in publieke partijen. Daar zijn veel kansen. En dat proberen we nu ook jonge mensen voor te motiveren om daar aan mee te doen. En dat kan ook. De tijd is al op voor deze sessie. Dus we kunnen niet meer verder discussiëren. Dat betekent dat er een volgende sessie nodig is, denk ik, met elkaar. Ik wil wel iedereen bedanken voor het luisteren hiernaar en voor de drie perspectieven van Cornelis, Derk en voor Mieke. We gaan een vervolgsessie houden. Je hoorde net al dat Ron daar ook actief mee aan de slag gaat om iedereen aan elkaar te verbinden. Dat is ook precies waar vandaag voor bedoeld is. Er is nu een afsluitende plenaire sessie in de lobby. En daar zie ik jullie graag weer terug. Tot ziens.